en welkom bij weer een nieuwe Vraag op Straat. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff heeft ook aan Breda gevraagd om extra mogelijkheden te onderzoeken, zodat ook wij hier extra vluchtelingen op kunnen vangen. Dat geeft mij dus de reden om te gaan polsen wat de Bredanaars daarvan vinden. Laten we eens gaan kijken. Nou, wat ik vind is, oké, als ze opgevangen moeten worden, dat is duidelijk, hè. Maar het moet wel zo zijn dat de eigen bevolking wel veilig moet voelen. Geen probleem. Naar mij weten doen ze dat op het moment al. En ik denk dat er ruimte zat is. Niet in nieuwe woningen, maar wel gewoon aangepaste woningen voor hun. Want zelf zoeken we natuurlijk ook allemaal woningen. Maar ik denk dat het ruimte genoeg is. Ik vind het wel goed. Maar het moet wel ook weer niet te veel worden. Anders ja, wordt het te veel. Vluchtelingen. Nou, op zich, als ze ze goed kunnen onderbrengen, heb ik daar geen problemen mee. Wat ik vind is dat het sowieso chaotisch verloopt momenteel. Dus het zou veel beter gestructureerder aangepakt worden. Momenteel beginnen we super asociaal te worden. Ja, kijk, het is wel goed. Maar ja, het is wel weer. Ik heb wel een filmpje gezien op Facebook dan. Dat de vluchteling 36.000 euro per jaar kost of zo. Dus ja, het is ook ja, wel weer zo. Het kost veel geld. Maar ja, het is natuurlijk goed dat Nederland mensen opvangt, maar het is gewoon, het kost veel geld en dat is eigenlijk wel een negatief punt, vind ik. Een dak boven hun hoofd hebben en ook kunnen eten als dat nodig is. Het mag best heel simpel zijn, maar het moet wel verantwoord zijn, vind ik. Ja, heel goed. Ik vind dat het goed is natuurlijk. Ja. Ja. En ja, ik heb het wel, die man van mij, die zit er ook in, maar die is 2 jaar geleden weggegaan. En daar word je weer terug, maar ze nemen niet zo gaan wonen. We zijn overal verspreid over Europa, maar niet gelijk. En we hadden beter socialer aangepakt, goed opgevangen en dan goed verdeeld. Want nu begint iedereen zijn grenzen te sluiten. Ja. En ja, waar moeten die mensen dan op zich naartoe? Ik vind het wel goed. Ja. Moeten de mensen ergens, kunnen slapen. Dus, ja. Ik zou het ermee eens zijn. Ik woon zelf niet meer in Breda. Ik woon inmiddels in Zuid-Frankrijk. Maar ik zou het ermee eens zijn, want iedereen die neemt een hond of een kat, die geeft mensen eten. En die wordt met open arm ontvangen. En de zielige mensen die slachtoffer zijn van een oorlogsgebied, die willen ze niet hebben. Ondanks dat ik heel goed begrijp dat mensen die hier zelf in moeilijkheden zijn, daar moeilijkheden mee hebben. Dat moeten we doen, vind ik. En waarom vindt u dat? Omdat je altijd mensen moet helpen. En ik vind als wij in een land wonen waar we bedreigd worden, dan vind ik dat wij ook ergens een kans moeten kunnen krijgen. Dus alleen, men moet wel uitkijken wat je binnenlaat. Zolang het kan en ja, het ook mogelijk is, dan zoveel mogelijk, maar niet meer dan mogelijk. Ik zou ze eigenlijk gaan opvangen in Afrika zelf of in het Midden-Oosten zelf. Daar een safe zone creëren en dan ze daar opvangen. En als ze dan asiel aanvragen, kunnen ze naar, en die wordt toegelaten, kunnen ze naar het land komen waar ze asiel hebben aangevraagd. Mm-hmm. En als die niet wordt toegekend, dan kunnen ze in die safe zone zijn. Dan hoeven ze helemaal niet te vluchten voor ISIS of wat zo verder. Dus, Dit is echt zorgen om te maken, Europa. Voor die Aziatische landen, voor die Arabische landen. Echt zorgen te maken. Wij zijn er ook niet zo blij mee. Maar ik denk dat we niet moeten vergeten dat deze generatie nooit de Tweede Wereldoorlog gekend heeft. En dus moeten we het gewoon aannemen en alles voor doen. Ja, de grens is natuurlijk, je bent gebonden aan een zeker aantal. Je kunt niet onbeperkt vluchtelingen nemen. Je zal een bepaalde grens moeten stellen. Dus ik denk als je gewoon alles door elkaar in plaatst, dat ze dan ook veel makkelijker kunnen inburgen in plaats van allemaal bij dezelfde groepen. Als bijvoorbeeld, want er zijn ook andere mensen zonder huis en die willen ook wel een huis. En ook bijvoorbeeld in Breda. Dus als hun bijvoorbeeld dan bijvoorbeeld geen kans krijgen op een huis en die vluchtelingen wel. In onze streek is het dan ook meer dat ze dan lopen naar Calais, om van daaruit naar Engeland te geraken. Dus eigenlijk hebben we daar nog niet veel van gemerkt. Maar het moet toch eigenlijk te doen zijn dat wij
in deze wereld dit met z'n allen moeten kunnen oplossen. Dat er toch geen gezinnen daar aan die hekken staan, dat kan toch niet. Ja, ik vind op dit moment dat er te veel vluchtelingen zijn, ook hier in Breda. Maar ja, op zich, ja, het is heel goed natuurlijk, want die mensen kunnen er niks aan doen. Maar het kost Nederland veel geld en aangezien de economie hier niet goed draait, is het natuurlijk wel een negatief punt. Maar ik vind het sowieso wel goed dat er vluchtelingen hier naartoe komen. Tot wel, hè.